Vrijdag lanceert Richer, de tweedehands kledingwinkel van het Leger des Heils, zijn collectie in samenwerking met We Fashion. We werden een tijdje geleden door de We benaderd. Of zij het leuk vonden om een samenwerking met ons aan te gaan. Omdat zij ook zoiets hebben vanuit hun filosofie van wat eigenlijk heel erg aansluit bij onze filosofie, dat iedereen lekker moet kunnen winkelen, ook met de kerst. Voor ons is het best wel lastig om tijdens de kerst ook echt een collectie te maken. Omdat we natuurlijk best wel afhankelijk zijn van wat mensen bij ons inleveren, de Nederlander. En zij hebben ieder jaar echt een speciale kerstcollectie. En ze zouden het heel leuk vinden om dat ook voor een hele brede groep toegankelijk te maken. Dus dan was zoiets van, joh, kunnen we niet samenwerken? En kunnen we niet onze klanten, dus de klanten van de Wii, oproepen om kleding te doneren? Zodat het dan uiteindelijk naar onze research stores kwam. En daar zijn we mee gestart. En dat pakt heel goed uit. Reshare in Arnhem kent een aantal vaste klanten die regelmatig de winkel en de collectie komen bezoeken. We staan voor de Reshare-winkel in Arnhem, waar de nieuwe collectie in samenwerking met We Fashion is gelanceerd. Nou, wat vindt u van het concept van de Reshare-winkels? Ik vind dat heel leuk. Ja, het is niet alleen de kleding, maar ook dat ze dus dingen dus vermaken. Hè? Dus gezien het milieueffect vind ik dat ook wel een heel goede zaak. En wat vindt u van het concept? Ja, ik vind het heel goed. Gewoon leuke kleding, fijne kleding en natuurlijk goedkoop, dat ook. En het gaat tegen de verspilling. Ik hou graag van, ik hoef niet altijd nieuw, dus liever dit. Zou het andere mensen aanraden? Ik denk het wel. Ja, ik heb nog niet iemand dat ik denk van, oh, die moet echt erheen. Maar als ik iets leuks aan heb en mensen zeggen waarvan heb je het, dan kan ik wel zeggen ja, hiervan. En levert u zelf ook kleding in hier? Nee, ik heb wel gewerkt hier als vrijwilliger. En hoe was dat? Was leuk. Ik had heel leuke collega's. Echt mooie herinneringen allemaal.